In het in Hengelo kijken ze nog wel eens wat vreemd op als Wiebe Teun van Reis weer een typetje neerzet. Maar bij theatergroep Barsten is het de gewoonste zaak van de wereld. Daar nou voelt de twaalfjarige scholier zich dan ook helemaal thuis. Net als in de grote theaterproductie 4045 The Musical. Want daar speelt hij alle weken mee. En dan zie Wiebe Teun, welkom. Dank je. Nou, leuk dat je er bent. Wat is je favoriete typetje om neer te zetten? Eh, uh, tante Pollewop. Sorry. <laughs> okay, kun, je, kun je dat zo doen of niet? Of is dat heel... Kopje thee erbij, koekje, <laughs> vers gebakken. En die, en die gooi je er dan zo uit op school soms? Hm, mm, ligt eraan wanneer. <laughs> ja, maar het is wel heel wat anders dan uh, die musical, denk ik, of niet? Ja, dat wel. Ja, dat, dat is wat, ja. een wat serieuzer verhaal. Ja, en soms ook wat erger. Ja. ja, want vertel, vertel ja 4045 is een musical en 1940, 1945, dan krijgen we wel een idee. Maar wat is dat voor, voor musical? Ja, eigenlijk het verhaal van, van de oorlog, van de Tweede Wereldoorlog. En dan met uh, een familie erin verwerkt over twee broers. De een die bij het Verzet gaat en de ander die bij de Duitsers gaat. En... Uh, Gevolgen daardoor en andere keuzes die gemaakt worden. Daarover gaat de musical. En wat voor rol speel jij? Ik speel een uh, figuantenkind. En dat is eigenlijk heel veel rollen in één. Ik ben een NSBer, ik ben een Joods-kind, ik ben een Rotterdammer. En zo nog heel veel andere soorten. Jij speelt eigenlijk ook aan beide kanten van uh, de medaille van het verhaal. Ja. ja. Best ingewikkeld lijkt me, toch, of niet? Uh, ja, je moet je snel verkleden en. <laughs> moet je een beetje conditie hebben. Ja, dat ja. wel. Maar ook, het, uh, je moet best wel uh, dan wisselen, toch, tussen emoties. Hè? De ene is nou ja, aan de ene kant een winnaar in het verhaal, de andere is de verliezer. Ja, en bij bepaalde scènes is juist heel verdrietig of heel zielig. Mm -hmm. Bij anderen moet je juist echt bijna geen emotie. Dat je eigenlijk trots dat je het mag doen. Uh, en bij de anderen gewoon dat je een beetje lol hebt. Ja. We hebben een, een fragmentje uit die musical om even idee te geven aan de mensen van hoe ziet dat er dan uit. Daar zit jij niet in. Uh, maar het gaat over hoe de Joden zich klaarmaken voor het vertrek naar Westerbork. Even kijken. Om. Daarna moeten ze zich melden in de haven. Loods 24. Vandaar gaan ze met de trein naar Westerbork. Om te werken, zeggen ze. In Westerbork is een ziekenhuis, een theater, net als thuis, zeggen ze. Maar wat ze niet zeggen, is dat dit het begin is. Sinds juli vertrekken er treinen vanuit Westerbork. Treinen. Wagons, vee-wagons. Daar worden de Joden ingeladen geladen, als beesten. Het ja, is een klein stukje, Kun je kunnen natuurlijk niet alles laten zien, maar dit is best wel een heftig verhaal als je dat zo hoort. Ja, en uh, ook best zielig. Ja. Uh, omdat je eigenlijk weet, die, iedereen die je daar ziet, die is in het echt, zijn die vermoord toen. En, uh, hoe heet het? Uh, mishandeld. Mm -hmm. En dat zie je dan niet in de voorstelling. Maar dat voel je dan wel, wat er mee gebeurd is en hoe erg dat is. Dat voel je ook als je dat speelt? Ja, sommige kinderen net wat meer dan anderen. Ja, hoe geldt het voor jou? Ja, ik, je voel, ik voel het wel echt. Uh, dat eng is of erg. Ja, ja want jij bent twaalf, hè? Uh, op school heb je ongetwijfeld wel, wel geleerd over de Tweede Wereldoorlog. Uh, maar nu zit je er middenin. Ja. Is dat anders? Ja, bij uh, school was, bij, op school is het meer, uh, dit is er gebeurd. En bij de musical maak je het echt mee over hoe erg het was dat je echt je ziet het gewoon voor je. Mm -hmm. Bij school maak je er zelf een beeld van, want dan hoor je gewoon. Ja, er werden zoveel mensen vermoord, het, zoiets. En bij de musicals zie je echt dat al die mensen naar treinen of naar gaskamers. Ja. of doodgeschoten worden. En dat komt dan wel meer binnen voor jou? Ja. ja. Hey, heb je die hele musicals in het geheel ook gezien? Ja, ja, net voordat hij in première ging, mochten ki kinderen en andere mensen die in de Musical speelden met twee familieleden of één familielid daarheen en mochten ze de hele Musical zien. Ja, ja. En op de première waren, mocht ik ook heen en daar zag je ook de hele Musical. Wat vond je ervan? Spectaculair. Ja? Ja? Want er is ook, ik geloof, iets van bewegen, de, de tribunes bewegen en zo. Alle het zijn eigenlijk karren met stoelen erop. Of, en dan de hoogte in. En die uh, bewegen dan door de hele zaal. Dat je een rechte tribune hebt. Dat je ook om het hele gebeuren heen zit. En dat je het in twee groepen, dat je aan beide kanten hebt, mensen hebt. En. Uh, ja, dat... Heb je wel eens gedacht, als je dan zat te kijken, van doe ik gewoon in mee? Ja, het was vooral net toen we gingen repeteren in de echte zaal. Toen was het wel echt uh, dat ik besefte dat het heel groot was. En er, toen vielen ook alle puntjes op het i. Want uh, bepaalde stukken, dat je dacht waar is dit, wat zeggen ze nou? Dan nou, dat... snapt hij het ineens. Ja. Ja, wat het ene met het andere te maken had. Omdat jij alleen maar in bepaalde scènes voorkomt, natuurlijk. Ja, en bij het repeteren in Nijkerk waren bepaalde stukjes, maar niet. Zoals, dus er zit een scène in met een trein. Echt een levensechte trein. Uit die tijd, met veewagons. En uh, we hebben geoefend, gerepeteerd. Zonder die trein. En dan wanneer je hem voor het eerst zag, wanneer je er voor het eerst inging. dacht je wel echt: wauw, groot. Dat is een enorme musical. Eerder heb jij een keer in Scrooge hè, van Wilmer Theater meegespeeld. Is dit, dit is nog wel, misschien nog wel een tikje groter, hè? Ja. In Barneveld? Ja. Van Studio 100, van, van Gert van Samson en Gert, hè, yeah. die, die, die dat dan produceert. Hele, mensen uit het hele land komen. goed, eh, nu, nu, nu speel jij hierin mee, maar normaal ook veel bij Barst in Hengelo. Ja. V vanaf uh, wanneer speel je eigenlijk al? Vanaf wanneer zit je daar? Uh, volgens mij sinds ik zeven of acht ben, ben ik erbij gekomen. Ja. En uh, sindsdien doe ik mee met dingen daarvan. Zoals uh, vorig jaar hadden we... Oliver Twist gedaan in de Schouwburg in Hengelo. Mm -hmm. En zo doen we ook elk jaar uh, mee aan het Dikkensfestijn in Deventer. En uh, steeds kleine filmpjes en kleine theaterstukjes in het centrum of in een bejaardentehuis of zo. Wat vind je het leukst als je zou moeten kiezen tussen al die dingen? Eh... Uh... 40, 45. Ja, toch wel? Ja. Omdat het zo enorm Spectaculair is. Spectaculair en cool is. Ja. Door een heel vliegtuig door de zaal. Je staat twee meter van hele hoge vlammen af. En dat is best wel cool. Ik geloof het. We hebben nog een, uh, nog een stukje uit de uh, musical. Dit is iets vrolijker. En dit is, uh, daarin volgens mij zien we jou ook. Daar wordt gedanst en gezongen. En daar zien we in de moed van Glenn Miller. Maar misschien wil we even gewoon een stukje gaan zien. Moet jij eens zeggen: zien we jou ook in dit, uh, in dit filmpje? Okay. Kijk. Het podium. Je rende over het podium net. Daar, vooraan. Helemaal vooraan, rechts. In het midden. Oh, wacht even, met het petje op. Ja. Hey, en wat is dit, als je in de microfoon, wat is dit voor stukje? Wat, wat, wat zien we hier? Wat, wat is dit voor stuk in de, in de musical? Dit is de verjaardag van Dirk, de mm -hmm. hoofdpersoon die bij de Duits, de broer die bij de Duitsers gaat, en daar uh, ontmoeten de Louis, degene die bij het verzet gaat, en de vriendin van Louis, die ontmoeten elkaar bij, op deze verjaardag. Mm -hmm. En daar uh, gaan ze samen dansen. En sindsdien zijn ze eigenlijk een beetje vrienden. En uh, zo komen ze dat ze uiteindelijk echt gewoon man en vrouw worden, volgens mij. Ja, 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 ja. ja. Zo ontmoeten ze elkaar. Dus er zit ook wel een stukje vrolijkheid, gelukkig, in, uh, de, in, de, in dit hele verhaal nog. Het is best uh, uh, veel, uh, lijkt me. Hè? Als je zo, zo, uh, moet je repeteren en je moet we maar weten waar je moet staan, op welke plek en wanneer je wat moet doen. De hoe lang ben je eigenlijk aan het repeteren geweest als figurant? Uh, het begon volgens mij de eerste dinsdag van de zomervakantie. Begonnen de, begon de repetities. En toen was het eerst, eerste twee weken een beetje elkaar leren kennen en een beetje. Gewoon met alleen de kinderen. En naarmate hoe dichter je bij de voorstelling kwam, hoe echter met veel meer mensen de repetities gedaan werden. En ook met steeds minder kinderen. Dat je eigenlijk elke keer. Het begon met 60. En dan werd het eigenlijk 20, en daarna weer 10. Mm -hmm. Dat je steeds meer in je eentje gaat oefenen. Dat je ja, ja. met je eigen kast. Ja, maar goed, toch, uh, uh, toch heel wat weken dan druk mee, uh, mee geweest, wat dat betreft. Ja. ja. Is dit dat nou een beetje in het bloed bij, bij jou? Want je hebt, ook nog, uh, je hebt ook nog een broertje, geloof ik. Een broer. Een broer, sorry. En twee zusjes. En twee jongere zusjes, dat was het, ja. ja. Uh, kunnen die dat ook allemaal zo uh, zijn die mee bezig? Uh, nee, die zijn niet echt bezig met theater. Nee? Of, nee. Mijn broer is heel erg bezig met voetbal. Ja. Echt een fan van FC Twente. En mijn zusjes, die zijn uh, bezig met ja, kind echt een beetje spelen. Ja, ja, ja. Maar hoe komt dat bij jou? Wat vind je er zo leuk aan om dat, dat te acteren? Uh, ja, eigenlijk mensen vermaken en uh, de rol die je dan speelt. En als je dan, uh, je bent nu twaalf, twikkel, uh, denk je wel eens van, nou ik zou er wel, wel verder in willen. Ja, ik denk. En bij ik heb speciaal gekozen voor Twickle. Omdat ze daar ook iets meer aan theater doen. Mm -hmm. Bij anderen. Je leert eigenlijk hetzelfde ongeveer. En uh, bij Twickle is het dan dat ze net iets meer aan theater doen. Je hebt ook een theater midden in de school. Ze doen elk jaar een voorstelling. En er zitten ook naschoolse activiteiten van drama ja, ja, en theater. Ja. Je bent al een beetje aan het voorbereiden van misschien kan ik er straks nog wel wat meer mee. Hartstikke leuk man. En nu, één keer per week hè, mag je maar spelen, omdat je nog niet, niet oud genoeg bent of zo. Hoe werkt dat? Uh, vanwege de kinderarbeidswet. Ach, vervelende daarom, kinderarbeidswet altijd. Ja, yeah. <laughs> Daarom zijn, uh, ja, ik mag ook maar zes uur en een kwartier achter elkaar spelen. En uh, ik mag ook niet betaald krijgen. En één keer per week, zodat ik eigenlijk ook nog genoeg tijd voor school ja. heb. Het moet wel leuk blijven. Dat is een beetje de gedachte ja. dan, hè? Maar je zou eigenlijk gewoon vaker willen spelen, denk ik, of niet? Ja. Ja, ja, ja. En wanneer is je eerst volgende keer? Morgen. Morgen? Ja. En morgen dan mo morgenavond. Ja. Want het wordt best wel vaak, hè? dinsdag tot en met zondag. Ja. En dan soms ook nog smiddags. Morgenavond, dus weer. Superleuk. Uh, veel plezier. Dank je En dank je wel dat je bij ons was, Wiebe teun. Um, uh, ja, nou, morgenavond ga je hem dus zien en dan tot aan wanneer speel je door? Tot 5 januari. Tot 5 januari. Dan moet je weer ook weer vanwege diezelfde wet moet je weer een tijdje stoppen. Nee. Oh. Ja, dan zijn mijn speelbeurten op. Oh. Dan, want ik heb maar 24 speelbeurten. Mm -hmm. En dan heb ik 20 voorstellingen gehad of zo. Oh Ja. En uh, dan kan ik niet meer. Komt er een andere groep kinderen? Ja. En dan moet je maar afwachten of je dan in september of zo weer opnieuw kan beginnen. Ja. ja. Zou je dat willen? Nog een keer? Ja. Ja, nu al? Ja. ja. Eerst nog maar even genieten tot januari. Dankjewel Wiebe Teun.